Kasteelpark Borren. Fantastisch, dat moet je beleven. En ik heb ook een prachtig belevenis, want er zitten prachtige dames van mij hier aan tafel. Twee Vlaamse dames. Gildy en Nathalie. Hallo. Jullie hallo. Werden aangekondigd in de bladen als twee frivole dames uit Vlaanderen. Ik zie hier twee nette, beschaafde meisjes zitten. Dankjewel. Hoe komen jullie aan die beroeping? Ja, de mensen schrijven veel. Ja. Geen idee. Maar laten we eens terug naar het begin gaan. Ja. Ik heb gelezen, jullie zijn begonnen als danseressen. Waaraan hebben jullie die stap gemaakt? Van waar zijn jullie gekomen? Van danseressen achter zangers, plotseling op die bühne. Wanneer hebben jullie die stap gemaakt? Ja, we hebben samen bij M-Kids gedanst vroeger. En wij zijn daar bevriend geraakt en we zijn een beetje aan elkaar blijven hangen. En dan uiteindelijk zijn we zowat samen beginnen zingen. En we dachten toen al van oké, we spreken over 8 jaar terug nu. We dachten toen al van oké, dat klinkt wel leuk. Maar we hebben er eigenlijk lange tijd niks mee gedaan. En dan uiteindelijk, ja. Ja, dan heb ik Gildy opgebeld en ik zei van ik heb een leuk idee. Want net het liedje van Amy MacDonald, This is the Life, was net uit eigenlijk. En ik vond dat wel leuk klinken. En ik dacht, ja, laten we daar een Nederlandse tekst op schrijven en we nemen daar een demo van op. We duiken samen de studio's in en uiteindelijk kwam er wel iets heel leuks uit. Nou, iets heel leuks. De meeste meisjes of jongens die beginnen ook zo. Jullie hadden meteen een zomerhit. Hoe kwam dat zo? Hebben jullie een goede promotor? Ja, die heeft uiteindelijk... alles ging heel snel. We werden gebeld door de platenfirma en we mochten eigenlijk meteen komen tekenen. We kregen een platencontract. Dus dat is voor twee meisjes die eigenlijk van niets weten wel heel, heel wat. En ja, dan kwam het liedje uit. En ja, we hadden ook wel heel veel aanhang. Omdat ik dan bij Paul Severs ook heb gedanst. En heel veel fans van hem, ja, die wou natuurlijk ook het liedje. Mee, en dus ja, zo ging de bal een beetje aan het rollen. En De Wind Fluistert Jouw Naam heeft toen ook 18, 19 weken in de Vlaamse top 10 gestaan. Ja, die waren zelfs op Radio 2 genomineerd. Waarvan 4 weken op nummer 1. Beste zomerhit. Dan hoor je toch al een beetje tot de top in Vlaanderen. Ja, we waren genomineerd bij Radio 2 voor Zomerhit. Beste doorbraak. Beste doorbraak. We hebben ook de videoclip gewonnen, beste videoclip op Mijn TV. Met Volg Je Hart dan, met de volgende single. Dus er is toch al wel wat geweest voor ons uiteindelijk. Ja, wat ik ook heel bijzonder vond, is dat jullie al mee hebben gewerkt aan een docusoap. Nou, dat gebeurde in Nederland alleen maar als je al 10 jaar in dat vak zit. Van waar kwam dat? Ja, dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Het was in de maand april, mei zo een beetje. En ja, we kregen ineens het idee van een docusoap en ja, oké, laten we dat doen. En het is uitgezonden geweest op Mijn TV, dus een digitale muziekzender van Telenet bij ons in Vlaanderen. En ja, dat heeft 9 weken lang geduurd eigenlijk. 9 weken lang sugarfree op de televisie, 4 dagen per week. Dus de mensen zijn ons ondertussen al een beetje beu, denk ik. Maar dat was wel leuk, want we konden aan de mensen thuis laten zien van hoe wordt onze single opgenomen. De foto's werden kleren getrokken, kopen. De videoclip, ja, kleding ging gekopen. Maar is dat ook niet een beetje eng? Als je zo'n camera de hele... Wij kennen de vast natuurlijk. We zien die hele rare dingen doen. En dacht ik, nou, ik zou het niet willen hoor. Is dat bij jullie gegaan met zo'n camera de hele dag achter jij? Ja, dat ging wel, hè. Uiteindelijk. Ze zijn eens komen filmen bij Nathalie thuis, bij mij thuis, bij Nathalie in de winkel, op mijn werk. En ja, voor de rest alles backstage, in de kleedruimtes. Maar dan gingen ze wel op tijd buiten. Ja, ik wou net zeggen, hebben jullie niet ontzettend moeten inhouden? Ze zijn braaf geweest. Nee, we zijn ons eigen geweest. We hebben ons niet ingehouden. Dat doen we niet. Nou, dat is goed te horen. Wat ook goed te horen is, jullie hebben daar ook nog een goed doel aan gekoppeld. Hè? Want sugar-free, dat zullen weinig mensen weten, maar dat is eigenlijk suikervrij. Jullie hebben dat gekoppeld aan de suikerziekte, om daar in ieder geval jullie voor in te zetten. Komt dat door die naam puur of heeft dat een andere associatie nog steeds? Ja, we hadden van in het begin eigenlijk dat de naam gekozen werd wel al zoiets van... In de toekomst kunnen we daar iets mee doen. Dat zou wel leuk zijn voor diabetespatiënten eigenlijk. Dus hebben we eerst en vooral de Vlaamse Diabetesvereniging gecontacteerd om te vragen van zien ze het wel zitten dat we iets voor hen doen natuurlijk. En ja, die waren meteen enthousiast. Dus we hebben een soort van sugar-free familiedag georganiseerd. In Braschaat was het, de 1e mei. En collega's uitgenodigd, die, bijvoorbeeld Wendy van Wanten, Frank van Laan, Bart Ian van den Thomas. Bossen, Ian Thomas, voor de meisjes idolen. En die doen dan... gratis mee? Om... En die hebben meegewerkt aan heel die dag. Ja. Ja. En we hebben de inkomsten, de opbrengst.
hebben we aan de vereniging kunnen schenken. Ja, dat is toch ook heel sympathiek. Hè? Dat verwacht je toch ook niet van zo'n jonge dames dat ze meteen al bezig zijn met de goede doelen. En vooral de diabetici, die kunnen dat natuurlijk goed gebruiken. Ja, ik denk niet dat de laatste keer gaat geweest. Nee, het was heel leuk en de dag was ook heel geslaagd. We zijn een soort ambassadrices dan voor die stichting van die diabetici. Ja, we zijn nu ook bezig met een fitness. Daar zijn we dan ook meter van. We kunnen eigenlijk zo in dezelfde lijn trekken. Ja, we zetten ons wel in voor goede doelen. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder is misschien ook hoe jullie tot jullie liedjes komen. Doe je dat zelf al? Denk je daarover mee? Schrijf je ze zelf? Of hebben jullie vaste schrijvers? Of? Wij zijn eigenlijk een klein bedrijfje op zich. Dat zeggen wij altijd. Jullie met z'n tweeën? Ja. Ik zeg altijd, dat kan je zien aan onze wallen onder ons. Nou, ik zie ze niet hoor. Dus we schrijven zelf teksten. We kiezen onze kleren zelf. We hebben in alles inspraak. Dus we kunnen ook wel een beetje kijken van... Oké, dat vinden we leuk en dan niet. En ja, wat doen we nog allemaal? Noem het maar op, hè. Ja, het wordt allemaal geregeld. Dat is gewoon fantastisch. Wat me ook opviel, jullie zijn al behoorlijk groot. Want jullie treden al op grote programma's op. Aan de Vlaamse kust bijvoorbeeld, hè. Vertel daar eens wat over, want dat... Ja, dat is sinds de maand juli doen we zomeraperitief aan zee. En dat zijn eigenlijk 24 optredens langs heel de Vlaamse kust. Dus, inpakken, uitpakken. Ja, van hier naar daar. En, ja, maar, dus ja. Optredens morgens eentje en dan eentje nog 's avonds. Dus, ja. Maar laten we niet vergeten, dat treden toch de grootste artiesten uit Vlaanderen op, hè? En daar sta je toch maar zo tussen. Vroeger stond je bescheiden te dansen, nu sta je daar in front. Wij zijn de enige die er 24 keer in zitten ook, effectief. Andere artiesten wisselen eigenlijk een beetje. En wij zitten er 24 keer in, dus dat is ook wel leuk. Ja, ik vind dat ook wel... Bingo, hè? 24 keer bingo. Ah. Nee? Ja, hè? Volgend jaar rijd ik met een Porsche. Ja, nee, is niet waar. Nee, maar ik vind dat wel... Wat de mannelijke kijkers natuurlijk ook interesseert, als jullie daar op die podium staan, 24 keer daar in die kust... En je zit met die jongens die... Ja, het is nog niet heel warm geweest. Wild, hè? Het is nog niet heel warm geweest, dus we hebben nog niet... Nee, maar het heeft natuurlijk gevolgen. Ik zag net in de voortraject, er kwamen een heleboel mensen naar jullie toe... moeten handtekeningen uitdelen op de foto. Hoe reageren die jongens daarop? Zijn jullie heel populair nu in Vlaanderen? Moet je ze van je afslaan als vliegen? Het zijn nog jonge jongetjes, hè? Het zijn de jonge jongetjes? Ja. Dat valt goed mee. Jullie vallen meer op oudere mannen? Ja. Ook. Okay. We hebben er nog een paar hier in de aanbieding. In de aanbieding. Hoor. Komen we daar het programma op terug? Laat ze straks revues passeren. Dat gaan we doen. Maar daar gaan we geen camera bij doen. Zeg, jullie nieuwe single. De jonge man. Jonge man, ja. En we vallen op oudere mannen. Hoe komen we er eigenlijk op? Ja, ik wou net zeggen, dat is niet echt logisch, hè. Maar de jonge man, hoe is het tot stand gekomen? Tja. Ja, jonge man is eigenlijk een beetje geschreven... Op vlak van, oké, ga uit, je leert iemand kennen. Je ziet het staan, je vindt het wel interessant, maar je denkt, oké, ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. En uiteindelijk begin je toch te praten en begin je toch wat te dansen samen. En uiteindelijk heb je een goede klik met die jongen. En denk je zo van, ja, oké, dit is wel de jongen waar ik mee verder wil en daar ga ik ook wel echt voor. Zo van, die kan me wel krijgen. Die kan me wel krijgen, daar wil ik wel iets mee. En ja, ik kan mijn best doen. Nou, ik denk dat je de kijkers heel benieuwd hebt gemaakt. Ja. Dus we gaan het beluisteren. We wensen jullie ontzettend veel succes. Dank je. We zijn hartstikke blij dat jullie er vandaag waren. Ik zou zeggen, zoek het podium op. En wij gaan naar jullie luisteren. Gaan we doen. Okay. De nieuwste single van duo Sugar Free. Daar gaan we nu naar luisteren. De jonge man. Kom met me mee, laat ons gaan.
Blow. Dank je wel. Ik had niet te veel beloofd. Sugar Free, fantastisch duo uit Vlaanderen.